Goedemiddag op deze woensdag. Het is 25 november. Ik ben klaargemaakt en weer leuk dat je kijkt naar een nieuwe weekvlog. Ik heb volgens mij weer een smerige bril op. Ja, die zit helemaal vol met vlekken. Dus die gaan we even afdoen, want anders kan ik me niet concentreren. Die ga ik zo even schoonmaken. Mijn dag is niet super goed begonnen, want ik deed de koelkast open en ik rook wat. En ik dacht, ja, wat stinkt er zo? Het kan eigenlijk niks zijn, want ik had er helemaal niks in staan meer van eten. Alles was eruit. Dus ik ging kijken en wat kom ik tegen? Een bakje champignons. Gesneden en wel, die gewoon helemaal verlept is. Wat is de situatie geweest? Ik heb een paar weken geleden heb ik lekker die goulash gemaakt. Daar horen champignons in. Die ben ik vergeten om door de goulash heen te doen. Super stom. Hier blijf ik de hele dag in hangen. Dit vind ik echt vreselijk. Waarom ben ik dat vergeten? Echt zo dom. Dus wel weer een reden om binnenkort weer opnieuw goulash te maken. En dit keer wel met champignons. Want ik vind het juist altijd zo lekker. Die champignons maakt het ook nog extra lekker. Maar ik heb het gewoon niet gemerkt. Nou, ik vind het echt super dom. Maar in ieder geval, die stonken. Dus die heb ik nu eruit gehaald en weggedaan. Dus dat. Verder heb ik gisteren nog eventjes met Nathalie gefacetimed. Nathalie had wat problemen met haar iPad. Die wilde hem updaten naar nieuwe software. En dat ging niet goed. En daarna kon ze helemaal niks meer. Dus ik had, we zijn er al een week mee bezig. Dus ik zei al, probeer hem even in de safe modus te zetten. Probeer dit, probeer dat. Maar niks werkte. Toen heb ik op een gegeven moment gezegd van, joh, heb je anders geen tijd om even langs te komen? Want als ik dat ding voor me heb, ik weet zeker dat ik hem wel weer aan de gang krijg. Maar als ik hem voor me heb, weet je, dan is het net even wat makkelijker. Dan hebben we een laptop extra en dan kunnen we kijken of het daar wel op lukt. Maar dat ging haar niet lukken, want druk met werken, het huishouden gaat daarnaast door. Dus dat werd hem niet. En we waren dus wel even aan het facetimen, maar Lente werd een beetje onrustig, dus ze moest ook even ophangen. Dus eigenlijk op een gegeven moment tegen haar, ik zeg, joh, weet je wat je moet doen? Je moet even naar de Apple Store in Amsterdam bellen. De Apple Store in Amsterdam is super groot, ze verkopen ook producten, maar daarnaast hebben ze ook gewoon een afdeling waar ze dingen dus kunnen repareren of waar ze naar kunnen kijken. Het is zo'n ander soort concept als wat de meeste Apple Stores zijn. Dus ik ben er zelf twee keer zelfs geweest. Voor mijn laptop was er toen iets en ze hebben me toen heel goed geholpen. Die was weer helemaal goed, want ze had ook een probleem met de software en dat was weer helemaal goed gekomen. Dus ik was weer helemaal blij toen. In tegenstelling tot de Apple Stores die meestal door het land verspreid zitten, zijn dat vaak winkels. En ik merk wel dat in Amsterdam echt mensen werken die er ook heel veel verstand van hebben. En ik wil niet zeggen dat de mensen die in de andere winkels staan er geen verstand van hebben. Alleen ik heb de ervaring dat ze over het algemeen niet overal wat van af weten. Want ik heb echt, nou toen ik net een iPhone had, dat was nog een iPhone 4, ik was toen 20. Dus dat is 9 jaar geleden. Toen had ik een update gedaan en die vond ik helemaal niet prettig. Toen wilde ik hem downgraden. Dus ik wilde weer terug naar mijn oude software. En ik wist dat het kon, maar ik kreeg het niet helemaal voor elkaar. Dus toen was ik toevallig in de stad. Dus ik ben bij zo'n Apple Store naar binnen. En ik zei dat zo, dat ik hem wilde downgraden. Ja, nee, dat kan niet, zegt die man. Ja, hoezo kan niet? Ik zeg, volgens het internet kan het gewoon. Nee, zegt hij, dat is niet mogelijk. Ik zeg, nou ja, goed. Ik zeg, dan ga ik het wel gewoon weer proberen. Ik zeg, maar ik weet zeker dat het me lukt. Nou, zegt hij, als het je lukt, dan moet je het eventjes, dan moet je het maar eventjes melden. Nou, het is me uiteindelijk gelukt. Ik heb het nooit meer gemeld. Maar toen dacht ik wel van, ja, als jij vertelt dat iets niet kan en het kan wel gewoon, ja, dan heb je er ook niet heel veel verstand van. Dus vandaar dat ik mensen meestal wel doorverwijs naar Amsterdam, omdat die heel veel verstand van hebben. Verder heb ik lekker weer het perfecte plaatje gekeken. Sorry, die moest er dit keer uit. Ik vond het niet heel terecht, want op zich vond ik hem wel heel goed in foto's maken. Alleen zijn laatste opdracht was niet goed gegaan. Ja, toen kwam die net een heel klein beetje punten tekort. En daarom was Bert van Leeuwen wel door en hij niet. Op zich best wel sneu. Hij was er ook echt heel verdrietig onder. Ik heb even goed losgekeken. Ik heb de vlog afgemaakt. Ik heb de foto's al een beetje bewerkt. Er moeten een paar nieuwe gemaakt worden omdat ik dus foto's kwijt ben. Verder heb ik rechts gekeken en joe. Dus het was een prima avond. Nu gaan we zometeen aan de schoonmaak. Want dat is ook weer eventjes nodig. Even lekker de woonkamer. En daar ga ik zo even aan beginnen als ik mijn bril op school gemaakt. Oh ja, ik moet eerst even al mijn ondergoed wassen. Er is namelijk een situatie geweest. De katten trekken nog wel eens de ondergoedla open. En dat hebben ze dus nu weer gedaan. En ik denk dat Tijgertje daarin heeft gezeten toen ze krols was. Dus die heeft daar wat urine overheen gesproeid.
Dus dat ruikt nu allemaal naar kattenurine. Dus dat ga ik ze ook maar even in de was doen, want dat stinkt echt. Dus daar ga ik me even mee beginnen. En dan ga ik jullie erbij zetten met schoonmaken. Ik bedenk me nu trouwens eventjes iets heel doms. Dat ik nu helemaal niet heb verteld hoe het is afgelopen met die Apple Store met Nathalie. Maar ze had dus gebeld. Ze is heel goed geholpen door iemand. En die man die vertelde haar dat het aan de verbinding van haar laptop lag. En dat als zij haar laptop rechtstreeks met een draad aan de modem zou aansluiten. Dus niet op de wifi. Dat die dan weer zou moeten gaan updaten. En dat haar iPad dan weer het zou moeten gaan doen. Dus zij had zo'n snoer besteld. Alleen die zou vandaag komen. Maar door de drukte bij PostNL komt die dus een dagje later. Dus dat is natuurlijk wel een beetje jammer. Want ja, daar baalde ze wel een beetje van. Dus ik zei, ja, komt wel echt door de drukte. Ik denk dat veel mensen kerstcadeau bestellen. Misschien nog de laatste Sinterklaas dingen. Al denk ik dat de meesten dat al klaar hebben. Maar goed, in ieder geval het verhaal. We gaan gewoon kijken als het snoer er is of die dan wel het weer gaat doen. Maar ik bedacht, meneer, ik ben dat helemaal vergeten. Dat is niet zo slim. Nu ga ik eventjes mijn ondergoed bij elkaar rapen en dat in de wasmachine doen en een sopje maken voor de schoonmaak. Klaar. Alles is weer lekker schoon. Ik heb nog heel even gebullet nog, maar het stelde eigenlijk heel weinig voor. Want ja, ik wilde nog even wat dingen boven pakken. Ik heb boven ook nog even wat opgeruimd. Toen had Nathalie mij geappt, die had ik natuurlijk niet gekregen. Dus ik kreeg gewoon, ja, dodo, ik had je geappt. Ik zeg, ja, ik was even aan het puinruimen boven, dus ik had het appje niet gezien. Maar goed, even gekletst. Ik heb weer heel veel afval. Zal je ook niet verbazen. Maar goed, we gaan gewoon proberen dat het volgende week een beetje in de kliko kan. Dan zou ik hem niet te vol moeten stouwen. Ja, en anders toch even kijken of hier ergens ook een ook papierbrengplaats is of zo. Dat zou wel beter zijn, want ik ga het echt niet allemaal in de kliko krijgen. Kleine dingen zijn prima, maar de grote dingen, dat lukt gewoon niet. Ja, langzamerhand wordt het wel wat. Ik heb nu een hele kleine beschadiging aan deze nagel. Ik weet niet eens of die iets scherp stelt. Hier ook een heel klein beetje. Hij heeft er weinig zin in. Maar ik moet zeggen dat met een witte basislak het wel beter gaat, deze lakjes. Dus dat is wel top. De was draait, er zit al het ondergoed in. Wees gerust, ik heb nog een la met ondergoed. Dus ik heb gewoon straks met douchen gewoon ondergoed. Voor je het je afvraagt, heb je dan helemaal niks meer? Jawel. En er hangen hier ook alweer schone dingen. Dus dat is straks wel klaar. Ik heb die luik even helemaal schoongemaakt. Dus nu is alles gelijk weer fris. Verder kijk ik vanavond Bureau 040 en Ajax. Twee schermen. Misschien nog even een vergod los. Maar ik moet sowieso nog even kijken naar die foto's. Want ik moet er volgens mij nog een paar opnieuw doen. En sowieso ga ik You kijken en Rex. De vlog inplannen. Ik moet nog even thumbnail maken. Dus ja, op zich niet heel bijzonder vanavond. Ik heb de patat er al uitgelegd. Ik heb nu bevroren vingers. En ik heb een beetje een zwarte vinger. Want ik zat in mijn oog te wrijven. Dus dat. Ik ga nu ook nog even lekker relaxen. En dan zie ik jullie morgen weer. Morgen zal het wel weinig vloggen worden. Want ik moet morgen om 1:30 komen mijn coach. Dus maar ja, dat weten jullie wel inmiddels een beetje. Dus op zich wel weer tevreden vandaag. Ik kan nog wel meer willen doen. Maar ja, als ik dan ook al heb schoongemaakt. Soms moet ik ook eventjes onder druk wat laag zetten. En Mickey was kwijt. Ik heb zo'n hok, zeg maar. Daar zit een hok achter. En dat hok zit op slot. Alleen er zit dus een gat in de muur. En daar kon Mickey doorheen kruipen. Dus die zat daar in dat gat. Dus dat was
zoeken om Mickey eruit te krijgen. Dus ik was blij toen ik er had, maar wat een gedoe. Ik moet echt die deur achter me dicht trekken. Ze moet echt niet mee dat hok ingaan. Dat was 10 keer niks, maar goed. Ik moet nog even naar boven. Ik wou even de onderzetters pakken, die liggen hier nog niet. Die ga ik nog eventjes halen. Dan zien jullie morgen wel even als die er liggen. Want ik wilde mijn nieuwe onderzetters neerleggen die ik bij de Action had gehaald. Maar dat ben ik vergeten te pakken. Dus dat ga ik nog even doen. Dan ga ik daarna lekker relaxen en dan zie ik jullie morgen weer. Een hele goede middag op deze donderdag. Het is 26 november. Ik ben klaargemaakt en ik heb weer een keer een dagje de lenzen in. Het is van heel lang geleden. Maar ik dacht, ja, ik vind het toch wel weer een keertje leuk. Want ja, ik ben heel blij met mijn bril. Maar af en toe dan denk ik, zo kon ik maar zonder. Maar ja, daarvoor heb ik lenzen. Alleen het lukt bij mij niet altijd. Het is ook echt niet dat ik ze een hele dag in kan houden. Maar een paar uurtjes gaat prima. Achter me zie je al het gewassen ondergoed. Wat inmiddels schoon is en hangt te drogen. Dus ik hoop dat het niet zo lang duurt. Want dan kan het weer terug in de kast. Dan heb ik weer een plan bedacht. Ik had namelijk een heel leuk kerstcadeautje, althans ik vond het heel leuk, in mijn hoofd voor lente. Ik wilde eigenlijk heel graag haar een kersttruitje geven. En ik had het al helemaal in mijn hoofd. Ik had ook al een hele print in mijn hoofd. Natuurlijk bestond dat weer helemaal niet. Of ik heb het niet kunnen vinden. Toen keek ik in de folder van de Zeeman en daar hadden ze dus kersttruitjes. Het is niet, ze hebben geen kerstmuts op. Het is wel echt, ze hebben een sneeuwpopje of een rendier. Ik vond het sneeuwpopje zelf het leukst. Alleen toen was ik een beetje bang, want Nathalie had het ook al gezien, dat zij het ook zou kopen. Toen had ik het nog met mijn vader over. Toen zei hij van, ja, het is ook wel een superleuk idee, maar ja, ze kan het eigenlijk maar 1 keer aan en dan niet meer. Toen dacht ik, ja, dat is ook wel weer waar. Het is, ja, maar omdat deze niet echt voor kerst zijn, zou ze het langer aan kunnen. Dus, ik zat een beetje te denken, ik vind het best wel moeilijk voor baby's een cadeautje. Want ja, ze kunnen nog niet zoveel. Je komt altijd weer kleertjes uit. Vind ik ook een beetje saai. Ik heb al zoveel kleertjes gegeven. Of zoveel. Ik heb toch al aardig wat kleertjes gegeven. Dus toen bedacht ik me gisteren ineens, hoe leuk is het om zo'n truitje te geven voor Sinterklaas? Dan heeft ze hem al wat eerder, maar dan heeft ze in ieder geval al wel een truitje. En dan, kijk, als ze zelf dan nog een kerstoutfitje willen kopen, dan kan het gewoon. Maar dan heeft ze alvast een kersttruitje. Dus die wil ik straks eventjes gaan halen. Ik heb ook al een gedicht geschreven. Mijn moeder heeft wel een klein beetje geholpen, want ik ben niet de allerbeste dichteres die er is. Mijn moeder heeft met een paar zinnetjes geholpen. Groot gedeelte heb ik zelf gedaan. Ik zal hem even aan jullie voorlezen. Lieve Lente, Sint zat te denken wat hij Lente kon schenken. Sint is met Lente begaan, ook al lust jij nog geen banaan. Sint sprak met mama en dit cadeau koop je niet bij de gamma. Een kerstoutfit had jij nog niet, dat hoorde Sint van Afluisterpiet. Hiermee hoor je er helemaal bij, dat wordt een leuk verkleedpartij. Sint hoopt dat je er blij mee bent, klaar voor een mooi fotomoment. Dit cadeau is lekker zacht, dit had je vast niet van Sint en Piet verwacht. Groetjes Sint en Piet. Dus uiteraard weet ik dat Lente hier nog helemaal niks van snapt van een gedicht, maar ik dacht, ja, het hoort er toch een beetje bij bij Sinterklaas. Het is misschien meer leuk voor Nathalie en Frank, zeg maar, dat ze even kunnen lezen dat er een gedichtje bij zit. Dat vond ik wel leuk, dus nou ja, ik hoop dat ik straks een kersttruitje kan scoren. Gisteravond heb ik Bureau 040 gekeken en GTST. En ik moet wel zeggen, ik ben echt zo klaar met Judith nu. Ik was het al, maar het wordt steeds erger. Ik hoop echt niet dat deze verhaallijn nog te lang duurt. Maar daar hebben ze natuurlijk wel een handje van. Bij goede tijden. Dus dat is even afwachten. Maar ja, ik ben er wel een beetje klaar bij. Bureau 040 was heel mooi. Daarna heb ik nog even een vergotlos gekeken. En ondertussen Ajax en we hebben gewonnen. Die hadden natuurlijk, die speelden met rouwbanden in verband met het overlijden van Diego Maradona. Ik had het wel gehoord. Ik wist al dat het een voetballer was. Maar ja, ik ben te jong om die man überhaupt uit de voetballerij te kennen. Maar goed, dat was allemaal wel leuk. Geen traanogen alsjeblieft nu. Verder heb ik de vlog ingepland, thumbnail gemaakt en mijn artikel geschreven. Dat is allemaal wel goed. Lekker nog verder televisie gekeken. Ik had weer Rex en ik had You. Dus ja, het was eigenlijk allemaal wel heel positief. En ja, dat was mijn avond. Nu straks even boodschappen doen. Mijn coach al 1:30 zijn, maar het wordt een kwartiertje later. Dus het is nu 1:15. Dus ik kan nog even stofzuigen. Misschien boven nog wat doen, maar ja, het is, ik kan niet zo heel veel verder. Ik heb ook echt eventjes besloten. Ik denk dat ik eventjes met mijn coach wil overleggen om te kijken of ze hier ook een
een plek is waar je oud papier heen kunt brengen, zodat ik daar vanaf ben. En of we dat misschien in een van de komende weken nog kunnen doen. Wordt misschien wel een beetje krap, want ja, het is alweer bijna december. En ja, die weken gaan al zo hard. Voor je het weet is het weer kerst. En oud en nieuw en zo. En dan zit je al zo weer in het nieuwe jaar. Maar goed, dat zou fijn zijn. En ja, voor de rest ga ik toch weinig doen vandaag. Ja, boodschappen, maar kan ik jullie verder niet bij meenemen. Ja, het zou wel kunnen, maar daar voel ik me niet echt prettig bij. Vooral niet omdat je heel erg bekeken wordt en zo. Dus ja, ik ga gewoon even stofzuigen en dan ga ik eventjes nog wat dingetjes doen. En ja, dan zie ik jullie sowieso weer als ik thuis ben. En dan hoor je natuurlijk ook of het is gelukt met het kerstruitje voor lente. Dus ik zou bij deze zeggen, ik zie jullie strakjes. Nou, inmiddels weer thuis. Al een tijdje, we hebben hier nog even gezeten, moesten even wat dingetjes regelen. Maar mijn coach dacht dat we 1 uur hadden afgesproken, dus was het om 1:15, maar dat geeft niet. Ik moet alleen nog even 1 kattenbak scheppen en dan doe ik morgen wel even stofzuigen. Dat geeft voor een keertje niet. De boodschap gedaan, ik heb cadeautjes voor lente gepost. Ik ben echt wel goed geslaagd, vind ik zelf, dus ik ben er wel heel blij mee. Dus ik zal jullie even de boodschappen laten zien. Dan ga ik eventjes de groenten afhalen en dan is het straks tijd voor de katten om te eten. Dus ik wil eigenlijk boven nog aan de gang, dat is niet gelukt. Ik moet nog wel even een pyjama pakken voor boven. Maar goed, ik zal het even pakken. Ik ga het even hierheen schuiven. Allereerst kom ik bij de Lidl dit leuke jurkje tegen. Voor 5 euro. Ik heb een S'je genomen. Het is wel grijs en blauw. Ik vond grijs wel leuk. Dus die heb ik gekocht. Ik heb spekjes gekocht. En ik ga vandaag voor het eerst haricot vetjes eten. Die heb ik nog nooit gegeten. Maar misschien zijn ze wel lekker. Dus die ga ik eten. Er waren 2 pakken slaapjes voor 4,50 euro. Die heb ik meegenomen. Dit hele leuke rokje in maatje S. Heb ik gekocht. Die was nu ook 5 euro. Ik vond het wel leuk. Toch een beetje buiten mijn comfortzone. En dan een keer een rode. Want dat had ik eigenlijk nog niet. Ik heb eventjes dit gekocht. Nootmuskaat. Want die van mij was op. En ik wist niet of ik nog had staan. En ik heb voor mijn vader en voor zijn vriendin een fles Hugo gekocht. Als bedankje voor zaterdag voor het helpen alvast. Dan zal ik de andere tas even pakken. Ik heb ook cola gekocht. Die staat daar. Die is wel heel interessant. Dan heb ik... Bij de Zeeman heb ik een rol inpakpapier gekocht van Sinterklaas voor de cadeautjes. Even pakken wat ik heb gehaald. Medicijnen. Ik heb allereerst deze kerstsokjes voor lente gekocht. Ik vond ze zo schattig. Sweet Hugs. Dus wij zijn wel echt kerstsokjes. Maatje, dit zijn 2 tot 6 maanden. Nou, dat kan mooi. Die vond ik wel heel erg leuk. Het kerstgietertje. Ik had de laatste maat. Ik heb deze gekocht. Hoe leuk is die? Ik vind hem echt heel leuk. Deze was in maatje 68. 4 tot 6 maanden heb ik gekocht. Met drukknopjes aan de bovenkant. Dit is voor de kerst. Zal ik even hier nu leggen voordat de katten erop gaan. Voor mijn moeder heb ik een flesje met Fresh Blends gehaald van Nivea. Die is heel lekker. Die heb ik zelf ook. En ik dacht, nou, is gewoon eventjes voor Sinterklaas een cadeautje dat ze ook iets heeft. Ik er verder nog in zitten. Oh ja, nog een dingetje met kerstkaartjes. Maar even meegenomen. En ik heb nog nagellak remover gehaald bij Trekpleister. Wat was dat? Bij Plus heb ik de broekjes gehaald. Ik heb senior gedaan. Het kwam niet zo precies en die schelen echt heel veel geld met andere winkels. Ik heb voor mijn melkopschuimer deze opschuimmelk gekocht. De latte. En er staat ook hier echt... De melkopschuimer staat erop. Dus ik dacht, nou, die kan wel. Frietjes. Ik heb aardappelschijfjes, theezakjes. Ik ga straks nog de taartjes eten. Dus die kunnen eruit blijven. De chocomel heb ik gehaald. Boontjes. Een broccolietje. Bleek weer. Want het gaat ook altijd wel hard bij mij. Verder heb ik nog frietsaus in de aanbieding. En voor mijn opa heb ik rolmops gekocht. Ik heb deze maar gekocht, want bij Lidl hadden ze het niet. En ja, ik dacht, nou dan neem ik dit wel. Hij vindt het lekker. En ja, heel veel was al op. Dus nou ja, ik denk dat het goed is. Ik weet het ook verder niet. Dus dat waren de boodschapjes. Ik ga het even opruimen. Dan ga ik even de groenten doen. En dan straks eventjes zie ik jullie nog eventjes. Maar eerst maar eventjes dit allemaal even klaarmaken. Zo, hier staan de haricotvetjes. Ik ben heel benieuwd hoe ik ervan vind. Volgens mij zijn het gewoon kleine dunne boontjes. Dus ik denk dat het wel lekker is. Ik heb eventjes een blaadje gemaakt voor lente haar gedicht. Heb ik even opgeplakt. Moet ik alleen nog even schrijven. Dus die leg ik even in de slaapkamer neer. Zodat de katten er niet mee aan de haal gaan.
kan ik het morgen of vanavond even schrijven. En dan is dat klaar. En dan is het alleen nog even cadeautjes inpakken en klaar. Pyjama gehaald. Nog even lekker relaxen, straks douchen. Ik had ook nog even de kattenpil opgehaald. Want ik dacht, ja, het is toch wel even fijn om weer te hebben. Want ja, ik weet niet in hoeverre... Ja, als ze weer snel krols wordt en ik was gewoon door die andere heen. Dus nou ja, goed, dat was wel eventjes fijn. Ik ga vanavond kijken naar Meester Frank Visser en even 100 jaar jong terugkijken. Want je hebt geen Meilandjes meer. Dat vind ik wel heel erg jammer. Maar dan heb ik in ieder geval dat klaar. Klaar. Ga ik in ieder geval dat kijken. Ik kom echt lekker uit mijn woorden vandaag. Verder heb ik Clem en You. En ik moet even de foto's bewerken voor het artikel van morgen. En misschien alvast wat aan de video doen voor zaterdag. Dus dat wordt verder mijn avond. Straks in ieder geval lekker douchen en eten. En dan ook de bank op. Dus nou ja, goed. Het was weer een enerverende dag. Ik ga jullie dan ook gewoon morgen weer zien. Want ik ga nu verder toch niets meer doen. Hopen dat dit snel droog wordt. Coach Jijo. Had je de BH was? Ik zeg nee. Ik zeg ze hadden in mijn lage plas. Dus alles was vies. Dus dat had ik, daarom had ik het gewassen. Maar goed, ik ga even wat drinken. En dan ga ik even lekker relaxen. En dan zie ik jullie gewoon morgen weer. Dus ik zou bij deze zeggen, tot morgen. Een hele goede middag op deze vrijdag. Het is 27 november. Ik ben klaargemaakt. Ik heb echt een koude hilling. En muis die zit daar met te snuffelen. En dat kriebelt. Ik heb het vannacht zo koud gehad. Mijn benen waren verstijfd van de kou. Zo erg was het. Ik kreeg het niet warm. Ik wist niet hoe ik me zo moest warmen. En als ik eraan terugdenk, ik heb nu gewoon weer koude rillingen. Maar het is ook gewoon echt wel koud. Ik vraag me af hoeveel graden het is. Ik ga eens even kijken hoor. Het is 7 graden. 8 graden, ja. Het is bewolkt. Maar goed, het goede nieuws is dat het gedicht voor lente is geschreven. Ik heb het hier opgeplakt. Ik heb het dus opgeschreven. Die gaat oprollen en die gaat... bij de cadeautjes. En ik heb een nieuw project. Want ik had jullie van de week verteld over de iPad van Nathalie. Zij had een snoer besteld. Zij heeft het snoer binnengekregen. En het probleem is nog steeds niet opgelost. Ze zat eigenlijk een beetje met haar handen in de haren. En toen heb ik tegen haar gezegd. Ik wil dat ding hebben. Ik wil hem nakijken. En... Nou moet ik morgen naar de woonplaats van mijn moeder toe. Omdat mijn oma daar woont. En nou ja, woonde. Ik moet daar de rest van mijn spullen ophalen. En daar moet ik dus even de sleutel ophalen bij mijn moeder. En dan leg ik dan ook even het cadeautje voor mijn moeder neer. En voor lente. Zodat Nathalie dat maandag mee kan nemen. En ja, wie weet als ze morgen nieuwsgierig is dat ze het nog wel aanpakt. Dus toen zei Nathalie, nou zal ik dan de iPad bij mama neerleggen dat jij hem dan na kan kijken. Toen zei ik, ja dat is een heel goed idee. Ik zeg maar, vind je het dan goed als ik hem mee naar huis toe neem? Ja, dat was goed. En ik zal niet rusten voor ik dat ding aan de praat heb gekregen. Want ik weet gewoon dat het een kleinigheid is en ik wil dat gewoon oplossen. Dat is ook wel op mijn lijf geschreven, want ik heb dat al wel vaker gedaan met producten van Apple. Dus het moet me gewoon gaan lukken, want anders dan... ben ik erg teleurgesteld in mezelf. Dus ik ga heel hard mijn best voor haar doen. Dus dat is eventjes dat wat ik dan ga doen. En ik vind het ook wel een uitdaging. Want ik vind dat het klusjes wel leuk. En ik kan dan ook niet rusten voordat het me gelukt is. Tenzij Nathalie me op een gegeven moment natuurlijk terug wil en het te lang duurt. Maar ja, nu kan ze er ook niks mee. Dus nou goed, dat is mijn project. Verder heb ik gisteravond 100 jaar jong gekeken en ik vind het zo'n leuk programma. Die mensen zijn zo leuk. Er was ook een mannetje van 100 en die deed ook nog helemaal in computers en zo. En toen zegt Gordon op een gegeven moment, ja, kunt hij alles nog goed zien? Ja, mijn ogen zijn nog wel goed, zegt het mannetje. Ja, dat Gordon, want je hebt ook toetsenborden met hele grote toetsen. Nee, dat is voor oude mensen, zegt die man. Ik denk, je bent in de 100, meneer. Hoe grappig. Nou, superleuk programma. Daarna heb ik even Meester Frank Visser gekeken. Ik had weer You en Clem. En echt op het moment dat ik denk, ja, nu gaat het gebeuren, is het afgelopen. Volgende week de laatste, maar ik heb er weer onwijs van genoten. Wat een goed seizoen weer. Echt heel erg geweldig. Ik kijk er met zoveel spanning naar. Ja, ik kan er echt heel erg van genieten. Verder heb ik wel de foto's bewerkt. Ik heb nog niet aan de video gewerkt. Ik heb al wel boekreview video. Dus ik heb al wel even de koffers erbij gepakt. En ik kreeg van een van jullie ook een tip of ik ook de boeken in de beschrijving neer wilde zetten. Dat ga ik dan ook doen.
Dus die ga ik vanavond gewoon even editen en een artikel schrijven. Dus nou, dat was allemaal ook wel weer heel top. En die haricots, die waren lekker. Wauw, ik had ze echt nog nooit gegeten, maar ik heb er heel erg van genoten. Ik vond ze echt heel lekker. Ik doe er dan zelf wel wat zout en nootmuskaat op. En ja, ik doe altijd aan het einde, als ik mijn groenten heb afgegoten, dan doe ik de kruiden erbij. Dus nog wat zout en nootmuskaat. Dan doe ik er een heel klein beetje olie in. Dat schud ik door elkaar. En dat giet ik de olie, de rest van de olie giet ik af. En dan is het, ja, ik weet niet. Dat maakt het gewoon heel lekker, vind ik. Dus, ja, het was eigenlijk allemaal wel heel lekker. Ik heb alleen niet zo heel top geslapen. Ik kwam al slecht in slaap natuurlijk doordat ik zo last had van mijn benen die helemaal koud waren. Was al een keertje vroeg wakker. Toen ben ik daarna wel weer in slaap gevallen, maar het was niet echt geweldig. Ik heb wel lekker gesport, maar nu verrek ik ook weer van de kou. Dus ja, wat dat betreft, het gaat allemaal niet heel erg top. Ik ga nu eerst in ieder geval eventjes lekker stofzuigen en de bak scheppen. Ik heb hier echt een hele lieve tijger die ligt te slapen. Hey. Ja, verwarming is koud nu, hè? En normaal ligt ze altijd hier omdat de verwarming dan warm is. Maar die gaat straks weer aan, hè? Lekker, hè? Dus dat gaan we eventjes doen. En dan zet ik jullie bij de slaapkamer erbij. En dan ga ik eerst even stofzuigen en dan ga ik de dingen pakken. En dan kan ik, nou, als ik de slaapkamer heb schoongemaakt, even de cadeautjes inpakken. Dan is dat ook klaar. Dus ja, ik ga zo even lekker muziekje aanzetten. En is het tijd om even wat te gaan doen. Slaapkamer is weer schoon. Het was wel weer even een klus, maar ik ben er weer doorheen. Ik heb de cadeautjes ingepakt. Dingetjes voor lente. Ik zal er even een elletje op zetten. Deze is dan voor mijn moeder en het gedichtje voor lente. Dus dat is allemaal prima. Ja, nu ga ik nog even lekker relaxen. Ik was vrij laat klaar met de slaapkamer. Het vlotte niet echt vandaag, maar ja goed, kan gebeuren. Vanavond ga ik in de koffer kijken en een witse. Artikel moet ik dus schrijven en ik moet, er was nog iets wat ik moest doen. De video natuurlijk editen. Nathie was nu zelf nog even aan het prutsen met de iPad, dus we gaan even kijken of het lukt en dan hoor ik het wel. Als ze me hulp nodig heeft, ik ga Mickey even van zolder halen zo. En dan nog even lekker relaxen, ik ben best wel zat. Morgen moet ik ook een beetje op tijd op voor mij doen, dus dan gaan we sjouwen. Maar ja, nu straks gewoon lekker douchen en eten. Ik kan zo intens genieten van een warme douche. En ik hoop zo dat ik het vannacht niet zo koud heb. Want het was echt verschrikkelijk. Dus ik hoop echt dat het goed gaat. Ik ga even wat toiletpapier van boven halen. En dan ga ik zo even de cadeautjes in de tas doen. En dan ga ik ook lekker relaxen. Dus dan zie ik jullie ook gewoon morgen weer. Ik ga even kijken wat ik kan filmen. En dan, ja. Verder is er nu toch verder niks meer weinig te vertellen. Dus ja, ik zou bij deze dan gewoon zeggen tot morgen. Een hele goede middag op deze zaterdag. Het is 28 november. Het is vroeg. Ik ben klaargemaakt. Het is 5:05. Ik moet alleen nog wat op mijn lippen doen, maar ik ben nog gaan drinken.
is een beetje lastig. En ik heb het weer ijs in de ijskoud. Ik ga vanavond echt de verwarming in mijn slaapkamer aandoen. Want ik trek het niet meer. Ik moet zoveel moeite doen om mezelf warm te houden. Het lukt me gewoon echt niet. Ik heb gisteravond gekeken naar Undercover weer. Daarna heb ik gekeken naar Witse. Ik heb weer You gekeken en ik heb Zonnestad gekeken. Was ook weer een hele mooie uitzending. De video is af. Mijn artikel staat online. De video die komt straks online. Dus wat dat betreft is het allemaal goed gelukt. Ik word zometeen opgehaald, want ik ga de spullen bij mijn oma ophalen. En die gaan we naar mijn opa toe brengen. Ik heb hier natuurlijk niet zo heel veel ruimte. En omdat ik nog aan het opruimen ben, dan kunnen de spullen later weer naar mij toe. Maar voor nu was dit gewoon even handig, omdat ze beide in dezelfde woonplaats wonen. Dus dat was wel gewoon eventjes het handigst. Ik ga even stofzuigen en mezelf verder klaarmaken. En dan word ik straks opgehaald. Mijn batterij is ook leeg, die ben ik vergeten op te laden. Dus het gaat echt top. Ik zie jullie sowieso als ik terugkom. Mocht ik onderweg nog wat kunnen filmen, zou ik het met mijn telefoon doen. Maar ik denk niet heel veel. Dus dat gaan we zomaar even doen. Dan brengt Nathalie ook even de iPad bij mij als ze aan het werk zijn. En dan kan ik die ook eventjes gaan nakijken. Dus ik ga even gewoon stofzuigen en dan zie ik jullie sowieso weer als ik terug thuis ben. Ik ben inmiddels weer thuis. Het is nu 6 uur, dus ik ga zo even lekker douchen. Het was een lange dag, maar we hebben het allemaal gered. Ik wilde heel graag nog oorbelletjes halen. Die moesten ze bestellen, want ik wilde van Zinzi nog knopjes. En nu heb ik ze ook dit echt gezien. Ik vond ze echt heel mooi subtiel. En ik had dus nog een cadeaubon, maar die moesten ze bestellen. Dus ik heb gevraagd of mijn moeder die dan op wil halen, omdat ik er eigenlijk nooit kom. En dat was prima. Dus dat hebben we gedaan. Ik heb even nog gehakt gehaald voor maandag. En verder eigenlijk allemaal prima. Dus nu ga ik zo even lekker onder de douche. En dan kan ik straks ook even wat eten. En dan vanavond kijk ik, wat een jaar, de bingo quiz. Ik wil nog even wat aan de vlog doen. Ik wil even met die iPad van Nathalie aan de gang gaan. Want die heb ik hier liggen. Dus dat kriebelt natuurlijk om daar wat aan te gaan doen. Dus dat ga ik eventjes doen. Even mijn nagellak eraf van meteen. En dan kan ik die morgen of vanavond even doen. En dan heb ik vanavond weer You en weer Zonnestad. Dus superleuk. Maar nu eerst even lekker warm douchen. Want ik heb het zo onwijs koud. Het was zo koud. Dus dat was allemaal even ietsjes minder. Maar het is allemaal goed gegaan. Dus alles is weg nu bij mijn oma. Wat van mij weg moest. Dus het is allemaal gelukt. Ik ga dan nu ook even lekker douchen. En dan ga ik eventjes de koelkast inruimen. Die laat ik morgen even zien. Want ik film nu met mijn telefoon. Want mijn vlogcamera is leeg. Dus die moet ik even opladen. En dan laat ik jullie morgen even de koelkast zien. Ik moet er ook even heel goed stofzuigen. Want er kwam allemaal stof achteruit. Dus ik heb dat nu wel eventjes met het kruimeldief gedaan. Maar ja, dat is ook niet alles. Maar goed. In ieder geval, ik ben weer thuis. Dus ik ga nu lekker genieten van de avond. En dan zou ik bij deze gewoon zeggen tot morgen. Een hele goede middag op deze zondag. Het is 29 november. Ik zit even lekker op de bank. Zoals eigenlijk altijd als ik de vlog open. Maar ik ben niet klaargemaakt natuurlijk. Want op zondag doe ik eigenlijk nooit make-up. Tenzij ik weg moet of zo. Of visite krijg. Of als mijn familie komt of zo. Dan ben ik altijd wel in de make-up. Maar anders niet. Ik was ook heel erg moe gisteren. Ik heb echt heerlijk geslapen. Want ik merkte wel dat het er best wel in had gehakt. Ik heb trouwens nog wel gisteren oorbelletjes besteld. Ik had met mijn verjaardag had ik natuurlijk die leuke ringetjes van Zinzi gekregen met die hangertjes. En toen had ik zoiets, ik vind het heel erg leuk om daar nog oorbelletjes naast te doen. En degene die ik had, die vond ik wat grof. Dus ik wilde eigenlijk nu een wat kleiner soort oorbelletje. En ik had al in het Zinzi-boek toen gezien dat ik hele leuke veetjes had gezien. Ik kan wel eventjes een plaatje opzoeken welke ik heel graag wilde hebben. En ik had dus nog een cadeaubon gevonden bij het opruimen.
Ik zoek ze ondertussen even op de telefoon. En die cadeaubon, die was van waar ik vroeger heb gewoond, van de juwelier. Dus ik dacht, oh, die wil ik heel graag hebben. Die oorbelletjes kan ik daar mooi verkopen, want het was precies het bedrag. En dat zijn dan deze. Ik weet niet of die het echt heel lekker scherp stelt nu. Deze V'tjes. Dus je moet hem eigenlijk, kijk, zo zien. Zo staat die andere er ook op. Alleen, nou kun je die online bestellen. Maar ja, ik vond die cadeaubon. Ik had zoiets, ja, ik wil ze eigenlijk wel in de winkel halen. Want dan heb ik ook gelijk die cadeaubon besteed. En ik wilde ze ook graag even in het echt zien. Omdat ik niet wist hoe groot ze waren. Nou ja, ik moest al eventjes wachten bij de juwelier buiten. Want er mogen maar 4 mensen naar binnen. Het was natuurlijk ijskoud. En op een gegeven moment mochten we naar binnen toe. Konden gaan zitten aan een tafeltje. En dus ik zei zo, ik wil graag oorbelletjes van Cindy. Toen zei ze, heb je al een idee wat je wilt? Ik zeg, ja, die V'tjes. Ja, zegt ze, ik weet welke je bedoelt. Maar volgens mij hebben we die niet nu op voorraad. Want met de feestdagen die eraan komen, ging het assortiment van Cindy gewoon heel hard. Nou, ze had gelukkig nog 1 setje op het kaartje zitten. Maar dat waren rosé gouden. Of rosé roze. En ja, die wilde ik niet, want ik wilde heel graag zilveren hebben. Maar toen had ik ze wel niet echt gezien. Toen zei ze, ja, ik kan ze wel bestellen voor je. En dan heb ik ze dinsdag binnen. Ik zeg, ja, weet je, ik kom hier niet vandaan. En ik was even met de vriendin van mijn vader. En die zei, ja, anders moet je vader ze even ophalen. Ik zeg, nou, weet je wat ook kan? Ik kan het ook wel aan mijn moeder vragen. Ja, dat was wel een goed idee. Ze liet ook nog andere oorbelletjes zien. Maar er zat niet iets tussen waarvan ik dacht, ja, dat wil ik dan. Ik had gewoon die V'tjes in mijn hoofd. En ik had het al in mijn hoofd, dus die wilde ik heel graag hebben. Dus die heeft ze besteld. Die zijn aankomende week binnen. En toen heb ik de cadeaubon met het bonnetje, met het ophaalbonnetje, heb ik aan mijn moeder gegeven. Dus ik moest nog even de sleutel van mijn oma terugbrengen. Dus die heb ik aan mijn moeder gegeven. En die wilde ze wel eventjes ophalen. Ik had ook eigenlijk niet naar mijn moeder gebeld toen ik bij de juwelier was. Omdat ik dacht, nou, als ik het vraag, meestal is dat helemaal niet erg. Omdat ze toch wel, ja, het is gewoon haar woonplaats. Dus die komen dan, die kan ze van de week ophalen. Die komen dan wel weer mijn kant op. Die heb ik in ieder geval wel laten bestellen dan. Maar die heb ik dus nog niet. Verder ben ik gisteravond gelijk eigenlijk na het douchen heb ik de stream aangezet voor Ajax. Toen ben ik ook gelijk aan die iPad gaan zitten van Nathalie. Want het was me een doorn in het oog. Ik moest dat ding aan de praat krijgen. Na 1,5 uur is het gelukt. Hij doet het weer. En wat blijkt nu, er zit een bug in de nieuwe iOS. Dus stel je voor, jij hebt een iPad of iets dergelijks. Ik raad je niet gelijk aan om naar de nieuwste iOS te updaten, want er zit een bug in. En dan krijg je dus hetzelfde probleem wat Nathalie had. En ik heb het zelf later ook gehad. Mijn iPad zat niet zo heel veel batterij meer in, maar ik wilde hem, dat wist ik gisterochtend al toen ik wegging, maar ik wilde hem niet in de oplader stoppen terwijl ik niet thuis was. Dus ik dacht, nou, dat doe ik dan wel weer als ik thuis ben. Maar mijn laptop moest ook aan de oplader. Toen dacht ik, nou, weet je, ik laat hem op in mijn laptop. En toen gaf hij dus ook aan van, er is een nieuwe update beschikbaar. Dus ik ging ook die update doen en die ging dus ook mis. Dus ik had precies hetzelfde probleem als Nathalie had. Nou, ik heb mijn eigen iPad gelukkig ook weer aan de praat gekregen. Dus ik raad je niet direct aan om die nieuwste update te doen. Want er zit dus echt wel een grote bug in. En als je niet zo thuis bent in het oplossen daarvan, is het echt een drama. Want Nathalie is er 2 weken mee bezig geweest. Nou, mij is het dan in 1,5 uur gelukt. Ik heb een paar knoppen tegelijk ingedrukt. En ik heb op werk bijgedrukt. En ineens ging die. Dus ik zei ook, ik stuurde op een gegeven moment al een foto dat het appeltje aan het laden was met zo'n streep. Toen zei ik van, nou, op hoop van zegen. Nathalie was helemaal blij. Het was ook wel leuk om Nathalie weer even te zien. Maar dat vind ik wel echt zo vreemd nu met corona. Normaal gesproken, als het niet corona is en Nathalie en ik zien elkaar, dan geven we elkaar eventjes een knuffel. Ja, en dat kan nu allemaal niet. En dat is wel gek. Dat was wel even voor het eerst ook weer dat ik dacht, oh ja, shit, corona. Dus dat heb ik in ieder geval wel gedaan. Gisteravond heb ik gewoon lekker televisie gekeken. Ik heb gekeken naar Oh Wat Een Jaar. En daarna heb ik de 100.000 euro quiz gekeken. Ondertussen ben ik dus met die iPads aan de gang. Nee, die iPad van Nathalie was ik klaar met mijn eigen iPad een beetje aan het klieren geweest. En nou, een beetje spelletje gedaan. Dus het was een prima avondje. Ik heb lekker weer You gekeken en daarna weer Zonnestad. Laatste aflevering van seizoen 1. Dus ik kwam weer door naar seizoen 2. Echt super mooi. Ik wist het ergens nog een beetje, maar ik wist niet meer precies hoe het in elkaar stak. Dus super goede serie. Maar ik dacht, ik kan wel eventjes de koelkast laten zien. En dan ga ik eventjes mijn melkchocolade met jullie uitpakken. Dit is dan de nieuwe koelkast. Het is een Etna.
We hebben het nu zo gedaan. De wasmachine staat ook redelijk naar achter. En dan staat de koelkast er zo naast. Hij is ook iets minder breed als de andere. Maar hij is heel mooi. Ik moet alleen wennen. Want deze gaat dus naar deze kant open. En die andere die ging naar deze kant open. Dus, maar ik ben er heel blij mee. Dus die staat er weer. Alleen deze bak past er niet in. Maar daar heb ik al een idee voor. Dat wil ik straks even proberen. Ik ga even de melkopschuimer pakken. Want daar ben ik ook wel heel benieuwd naar. Want die heb ik zelf ook nog niet uitgepakt. Heel compact doosje ook. Ik probeer eventjes de deur ondertussen dicht te doen. Maar dat is een beetje lastig met maar twee handen. Maar dit is hem dan. De melkschuimer van Senseo. Ik zal jullie even zo neerzetten. Doordat we hem even open kunnen maken. De bom zal hier bovenin. Dus die heb ik hier. En dan staat dus inderdaad dat ik €30 heb betaald. Dus €29,95. Die ga ik ook eventjes kopiëren. Allereerst heb je een certificaat van Philips erbij zitten. Doe gewoon in het doosje. Het doosje gaat naar boven. En dan heb ik hier de opschuimer zelf. Die zit ook in een heel mooi hoesje. Gewoon goed verpakt. Hij zit zelfs dubbel verpakt. Nou, heel goed. En dit is hem dan. Mijn melkopschuimer van Senseo. Heel blij mee. Dit is het dingetje waar hij mee gaat opschuimen. En er kan gewoon een klein beetje melk in. Hier hebben we... voor warme melk moet je hem 1 seconde inhouden. En voor koude melk moet je hem 3 seconden inhouden. Ik wil hem vanavond natuurlijk meteen proberen. Dus dat zit er allebei. Een beetje jammer dit plaatje. Oh ja, wacht even. Dompel de voet en de kan niet in water of andere vloeistof. Doe de voet en de kan niet in de vaatwasmachine. Gebruik geen schuursponsjes, schurende schoonmaakmiddel of agressieve vloeistof. Om het apparaat schoon te maken. Dus je moet hem gewoon omspoelen met een beetje water. Dat lijkt me heel handig, want hieronder gaat hij dus in het apparaat zelf. Hier hebben we dan nog de gebruiksaanwijzing, denk ik. Wel eventjes goed om die door te lezen. Oh, deze staat nu in de weg. En dan heb ik hier... Hé, wat is dit? Nou, dit zit er ook nog bij. Het voetje waar die dan op gaat staan. En er zit natuurlijk dan ook de stekker aan. Dus als ik hem nu neerzet... Staat hij gewoon zo. Heel blij hiermee. Echt. Zoals ik al zei, gaan we vanavond natuurlijk direct proberen. Muis, niet doen. En die past dus heel mooi bij mijn Senseo. Want ik heb dus ook een Senseo twist. En dan kun je dus ook zien dat dit eigenlijk... Ja, zie. Kijk, het heeft een beetje dezelfde tekst en zo. Deze mag trouwens wel even een doekje hebben. Ik ben heel blij met deze melkopschuimer. Je had hem in diverse kleuren. Ik ga nu even stofzuigen en de, de kattenbak. Dan ga ik daarna even de bonen afhalen en dan ga ik eventjes gehaktballen draaien. Daar wil ik jullie wel even bij zetten. En ik ga foto's maken en nog even naar boven en dat is de planning. Dus, ik ben alweer een tijdje tegen jullie aan het praten. Dus ik ga nu eventjes wat doen en dan zet ik jullie bij het gehaktballen maken er wel eventjes bij. Nou, de fotospulletjes. Ik heb allereerst deze Supersteen Matte Ink lipstick van Maybelline. Daar ben ik heel benieuwd naar. Die bestelde ik een tijdje bij bol.com, een tijdje geleden. Kleur zie ik zo niet, maar die komt uitgebreid in de review. Het Night Like This paletje van Kruidvat. En ik heb deze Illuminating Setting Spray van Lotte London. Daar ben ik wel heel benieuwd naar. Dus hier ga ik even foto's van maken en dan... ben ik straks ook alweer een beetje rond. Zo, inmiddels is alles klaar. De foto's zijn gemaakt. En ik heb de spullen ook alweer opgeruimd op de lampen na dan. Ik heb boven iets gedaan, maar niet heel veel. Want ik kan eigenlijk niet zo heel erg verder. Omdat gewoon eerst het oude papier weg moet. En dat is niet aankomende donderdag, maar die week erop. En dan kan ik gewoon weer verder, want het staat nu gewoon te vol. Ik
had dat koelkastbakje had ik dus wel een ander plekje gegeven. Ik ben nog niet helemaal tevreden, maar ja, voor nu kan het wel even. Even kijken. Ja, ik heb hem nu hier ingezet. Dus kijk, hier staat nu dat bakje. Heel moeilijk zichtbaar, maar hij staat dus hier en hier zitten dus nu producten in. Maar het kan zijn dat ik die nog ga veranderen als ik het weer een keer ga omgooien. Want ik wilde eigenlijk mijn poeders erin zetten. Mijn gezichtspoeders. Maar dat paste niet omdat die in een lager laadje zit. En die is minder hoog. Dus daar paste die bak niet in. Maar voor nu vind ik het prima. Hij is in ieder geval uit aarde. Want aardig gezegd, ik heb de keuken ook redelijk opgeruimd. Ik heb de handwas aanstaan met de nieuwe kleding. Maar ja, is redelijk oké. Voor nu. Dus ik vind het wel heel prima eventjes. Ik ga dan ook gewoon nog even lekker relaxen nu. Dus ik ben echt wel een beetje gaar nu. Ik merk gewoon dat, ja, elke keer denk ik op zondag, oh, ik ga niet zoveel doen. Maar ja, elke keer doe ik toch weer meer dan ik wil. Maar dat geeft niet. Ik ga in ieder geval vanavond mijn nagels lakken. Ik ga straks gewoon nog weer even een keer frietjes eten met de frikandel. Want ik heb eigenlijk niet echt zin om weer schnitzel te gaan bakken. Die ligt ook in de vriezer. Heb ik er ook niet uitgehaald. Dus dikke prima. Vanavond kijk ik verder wie van de drie en Alberta Stegeman. Volgens mij beide voor het laatst. Dus dat wil ik nog even kijken. Misschien nog een afleveringetje van God los. Maar moet ik even kijken. Ik wil de foto's bewerken voor mijn review van morgen voor mijn blog. En eigenlijk nog even verder met de vlog. Want die was nog niet helemaal afgekomen gisteravond. Omdat ik met die iPads bezig was. En ik kon niet twee zware programma's tegelijk draaien. Dat lukte niet. Dus dat is eigenlijk nog wel even iets waar ik mee aan de gang wil. En verder heb ik Wii U en Rex vanavond. Dus nou ja, prima avondje als ik in ieder geval die nagels maar heb. En dan gewoon ook eventjes een beetje rustig aan. Want ik merk nu wel dat ik een beetje het einde van mijn Latijn ben voor vandaag. Ik ga sowieso de melk opschuimen proberen. Misschien dat ik dat nog even film en nog hier achteraan plak. Maar ik moet even kijken of dat lukt. Maar dat zul je dan gaan zien. Ik wil in ieder geval wel eventjes even kijken of ik daar iets mee kan. Dus ja, ik ga jullie dan bij deze ook gewoon morgen weer zien. Want ik ga nu echt even relaxen. Want ik ben helemaal gaar. Dus ik zou bij deze zeggen tot morgen. Een hele goede middag op deze maandag. Het is 30 november en ik ben klaargemaakt. Mijn stem is niet al te best vandaag, maar goed, soms heb je van die dagen. Ik heb gisteravond lekker televisie gekeken. Ik heb allereerst naar Wie van de Drie gekeken. Was op zich wel leuk, maar ik heb wel eens gehad dat ik er echt wel om moest lachen. En dat had ik gisteravond niet echt. Nou, heb ik een cover in Nederland gekeken. Beide programma's waren voor het laatst. Dat was wel interessant. Het ging over de taxiwereld. Een man die lichtte iedereen op. Die had zijn hele familie ook al opgelicht. En die vroeg om personeel. En dat personeel moest dan eerst een x-bedrag inleggen. En die bedragen waren heel verschillend. Want er waren mensen die hadden €1200 betaald. €2500. Dat is natuurlijk al best wel vreemd. Dat als je ergens aan het werk wil, dat je dan eerst een bedrag moet betalen. Nou ja, goed, die mensen die kregen uiteindelijk nooit hun geld uitbetaald. Dus hij had heel veel mensen opgelicht. En het was heel moeilijk om deze oplichter te pakken. Hij stond geseind bij de politie. Dus het team van Undercover in Nederland heeft op een gegeven moment geprobeerd om hem te lokken. Want hij had ook advertenties op Marktplaats staan. Dus ze hadden er een paar keer iemand heen gestuurd. En hij kwam dus elke keer niet opdagen.
als ze dan een afspraak hadden om naar het artikel te komen kijken. Dus Alberto kon hem maar niet confronteren. En uiteindelijk de laatste keer lukte het wel. Toen die undercover man had het ook heel goed gedaan. Toen hebben ze hem kunnen confronteren en is hij meegenomen door de politie. En daar zat hij nu als goed is nog. Dus nou ja, goed. Dat was uiteindelijk ook wel goed afgelopen. Maar vind ik altijd wel interessant. Ik heb You gekeken. Ook super mooi. Super spannend. Ben ik ook bijna doorheen weer. Ik heb Rex gekeken en ik heb de foto's bewerkt. Dus dat was verder mijn avond niet heel bijzonder. Ik moet wel zeggen dat ik het echt heerlijk vind nu ik de verwarming op de slaapkamer aan heb. Dus de temperatuur is daar nu echt wel aangenamer. Ik heb ook de roostertjes dicht. Ik heb in mijn raam roostertjes zitten en in die slaapkamer stond die open. En ik kwam gisteren in de slaapkamer en ik rook gewoon een open haardlucht. Ik denk, nu gaat het roostertje dicht. Ik vind het zo vies. En hier in de woonkamer is die ook dicht, zodat de temperatuur eventjes wat beter is binnen. Ik heb wel mijn nagels gedaan. Het is grijs geworden. Dus dit nagellakje nog steeds van de Catch and Shine. Deze. Ook een witte basislaag eronder. Dat werkt echt top. Dat blijft ook beter door zitten, heb ik het idee. Dus dat is helemaal goed. En lekker. Verder. Ja, niet veel bijzonders. Vandaag op de planning. Ik ga zo even stofzuigen de kattenbak doen. Leegscheppen bedoel ik. Ik ga even de vuilniszak naar beneden brengen. En daarna ga ik filmen en nog even bullet journalen. Want dat heb ik eigenlijk afgelopen week heel weinig gedaan. Vorige week heel weinig gedaan. Omdat ik, zaterdag was ik natuurlijk niet thuis. En dat is normaal ook altijd wel een beetje een dag waarop ik lekker ga knutselen. De nieuwe doodles van december staan online, dus ik kan weer even lekker wat doen. Ik kan je wel vertellen dat die koffie gisteren heerlijk was. Die cappuccino die ik had gemaakt. Echt heel lekker. Ik heb natuurlijk wel een beetje gefilmd. Jullie hebben die beelden wel gezien. Misschien niet heel fijn overgekomen, maar het is een beetje moeilijk om de telefoon recht te houden en even goed te schenken. Dus daar heb ik een beetje moeite mee. Maar het was echt heel lekker. Dus dat is top. Goed, ik ga nu even de vuilniszak naar beneden brengen. En dan ga ik even stofzuigen en zo. En dan ga ik filmen. Zo, de video staat er inmiddels al op. Dat ging eigenlijk heel vlot. Alleen het is hier nu zo donker geworden in huis. Het zijn echt de donkere dagen. Dan vind ik dat helemaal niet erg hoor. Maar, nou ja, goed. Ik kan in ieder geval eventjes intussen de spullen een beetje opruimen. Wegleggen doe ik van de week wel. Want ik heb nu eigenlijk nog niet direct spullen die erin moeten. Dus dat komt wel even. Dat heeft niet direct haast. Maar ik ben altijd wel weer blij als het is opgenomen. Want dan kan ik weer wat afstrepen van de planning. Dus dat is wel heel fijn. Ik ga nu eventjes nog wat drinken als ik dit allemaal heb weggezet. En dan ga ik de bullet journal spullen pakken. En daar ga ik jullie dan bij zetten. Want het is hier lekker warm. Dus we gaan lekker hier sowieso zitten. Ik wil echt in de toekomst ook weer meer boven gaan zitten. Maar ik kan nu boven sowieso bijna niet wezen. Omdat ik alles een beetje heb volgebouwd met het oude papier. Dus dat ga ik nu eventjes doen. En dan zet ik jullie er eventjes bij. Uitpakken van de melkschuimer zat dit stokje en ik wist gisteren dus niet zo goed waar het voor diende, maar waar is het dus voor? Om de overige melk of het schuim uit de opklopper uit de machine te halen. Dus daar ben ik nu ook achter. Dus die heb ik gisteravond toch maar weer even uit de doosje gehaald, want ik wist niet zo goed wat ik ermee moest. Maar na even een video te hebben gekeken op YouTube werd het me duidelijk.
Zo, lekker klaar. De kat hebben net gegeten. Wel even lekker bezig geweest. Maar ja, op zich wel een prima dagje. Alleen het wordt zo vroeg donker. Dus je moet op een gegeven moment al helemaal in de lichtjes. En dat vind ik helemaal niet erg. Dan vind ik het ook wel gezellig als ik probeer vrijdag de kerstboom op te zetten. Dus vind ik het ook wel gezellig om weer wat meer licht in huis te hebben. Het is wel ijskoud. Ik ben echt benieuwd hoeveel graden het is. Het was gisteren min 2 of zo. En dat merk je ook wel. Dus ik vraag me echt af. Het is 2 graden. Ja, het is ook ijskoud. Ik ga nu nog even lekker relaxen. Nee! Shit. Ik kom zo even terug. Ik moet eerst even wat opruimen. Nou, en mijn camera batterij is leeg en muis spuugt haar eten uit. Dus ik denk dat ze wat te veel was. Dus dat heb ik even heel snel opgeruimd. Dus dat is nu weer weg. Maar ik was aan het vertellen, ik ga nog even lekker relaxen. Je hebt vanavond geen kopen zonder kijken, want je hebt die documentaire weer van Nicky Verstappen. Die hebben ze gisteravond ook al uitgezonden. Ik zat heel erg te twijfelen of ik wilde gaan kijken, maar toen heb ik het niet gedaan. Omdat het 1,5 uur duurde en ik weet dat ik het al op moest nemen en dat ik het niet ga terugkijken. Misschien dat ik het vanavond dan wel kijk, want ik ben ergens ook wel heel benieuwd hoe ze nou uiteindelijk bij de dader zijn gekomen. Dus misschien dat ik dat nog wel even ga kijken. Ik moet sowieso nog een persbericht inplannen. Ik moet mijn artikel schrijven. Misschien nog wat aan de vlog doen. En ik ga sowieso You kijken en Rex. Ja, dat is het ook eigenlijk wel. Verder niet heel veel bijzonders of zo. Maar geeft ook niet. Want ik ben ook best wel een beetje gaar. Dus nou ja, prima avondje verder voor de boeg. Weer leuke goede tijd. Dus daar word ik heel blij van. Verder, straks doe lekker warm douchen. Heel warm douchen. Want ik heb het heel koud. Dan ga ik koken. Ik ben heel benieuwd naar mijn gehaktballen. Dus dat horen jullie dan morgen. Ik ga jullie dan ook gewoon morgen weer zien. Want ik ga nu echt even lekker relaxen. Ik heb gezellig de lampjes al aan. Dus nou, wat dat betreft. Het is een gezellige tijd van het jaar. Dat wel. Qua ja, dat het sneller donker is en zo. Daar hou ik wel van. Maar goed, ik zal bij deze zeggen tot morgen. Een hele goede middag op deze dinsdag. Het is 1 december. Ik ben klaargemaakt. En ik ga zo aan de was, want mijn wasmand pelt weer uit. Dat zal ook niemand verbazen. Als je mijn vlogs langer volgt, weet je dat ik gewoon echt een probleem heb met wassen. Maar dat komt gewoon puur dus door de droogruimte. Ik heb gisteravond lekker GTS gekeken. Daarna heb ik dat programma gezien over Nicky Verstappen. Ik vond het best wel interessant, moet ik zeggen. Want je krijgt toch een beetje een kijkje achter een politieonderzoek. En dan zie je eigenlijk wat er allemaal aan vooraf gaat. Dat het echt wel heel erg veel is. Dus ja, ik vond het wel heel interessant om te zien. Ook eigenlijk dat er best wel lang overheen gaat voordat ze een verdachte op het oog hebben. En voordat ze die gevonden hadden. Die verdachte die zat in het buitenland. Dus dat moesten ze allemaal regelen met de Spaanse politie. Maar voordat zo iemand dan echt voor de rechter verschijnt, dan ben je gewoon 3 jaar verder. Dus ja, echt wel heel interessant. En daarna heb ik nog een klein stukje van Commando's gekeken. Want dat heb ik eigenlijk nooit verder afgekeken. Had ik wel opgenomen. Maar doordat het te veel op televisie was, redde ik het niet meer om verder te kijken. Maar ja, dat komt nu mooi van pas. Omdat er nu eigenlijk heel veel programma's al een beetje klaar zijn met uitzenden. Dus dat. Ik heb mijn blogbericht online gezet. En ik heb een bericht ingepland. Die staat ook al online. Alleen, ik moest mijn laptop updaten, want mijn mail deed het niet meer. Ik had wat problemen, dus ik heb hem geüpdate en nu doet mijn Final Cut Pro het niet meer. Dus die moet ik eventjes weer aan de gang zien te krijgen. Want anders kan ik mijn vlog niet verder afediten, maar het komt vast wel goed. Dus dat is wel eventjes een dingetje wat een beetje vervelend is. Maar nou ja, dat ga ik wel goed maken weer. Ja, vandaag op de planning eigenlijk. Gewoon de schoonmaak, de douche, de gang, de kattenbakken, dat soort dingen. Waar ik eventjes nu wel op terug wilde komen is dat ik gisteravond You heb gekeken en dat echt wel heel spannend was. Ik weet nog niet of ik vanavond de laatste aflevering heb of morgen, dus ik weet het niet precies, maar dat ga ik wel zien. En ik had dan ook nog naar rechts gekeken, maar als je echt een beetje van ja, bijzondere series houdt, is You echt wel een aanrader, dus dat is wel top. Vrijdag komt Nathalie even langs, dus ik moet nog even een Sinterklaas cadeautje voor hun halen, donderdag. Dus ja,
Dat soort dingetjes eigenlijk. Is verder ook niet heel veel gebeurd. Ik ga nu eerst maar eventjes de kattenbakken doen en een wasje aanzetten. Dan ga ik eventjes wat doen. En dan hoop ik nog even de was ook op te kunnen vouwen die hier nu hangt. Dus misschien dat ik daar trouwens wel even mee ga beginnen. Want dan kan dat gelijk naar boven. Dan kan de trap straks naar boven als ik niet meer boven hoef te zijn. Want dat is wat makkelijker met schoonmaken. Dus ik ga jullie er gewoon bij zitten. En ja, dan gaan we maar even wat doen. Zo, alles is klaar. Alles wat ik wilde is eigenlijk goed gelukt. Ik heb zelfs nog even aan de laptop gezeten om te kijken naar Final Cut Pro. Maar dat lukte nog niet helemaal. Dus moet ik vanavond even mee verder. De was die ligt in de kast. De andere was die draait nog. Dus die kan ik vanavond ophangen. Dus ja, eigenlijk was het wel, ging allemaal wel lekker vlotjes. Ik heb het alleen nu ijskoud. Maar goed, dat hoort er ook bij. Het is een beetje koud. Ik heb gezellig de lampjes aan en van de week maar even wat kerst weer in huis brengen. Vanavond goede tijden. En als het goed is, komt Ludo terug. Dus ik ben heel benieuwd. Verder kijk ik het perfecte plaatje. Ik neem eventjes vier handen op één buik op. Want er komt een nieuw seizoen. En ja, dan kan ik dat morgenavond of zo even kijken. Je hebt ook Ajax. Dus ik heb twee schermen vanavond. Ik moet de foto's bewerken voor morgen. En ik probeer dus de vlog af te krijgen. Mocht het met Final Cut Pro niet willen, heb ik nog een ander programma wat ik kan gebruiken. Dus op zich is het niet een heel groot probleem. Alleen moet ik dan helemaal opnieuw beginnen. Dus dat zijn even de klusjes voor vanavond. Verder kijk ik You en Rex. En ja, dat is het dan ook. Straks lekker warm douchen en lekker koken. En dan ga ik ook lekker de bank op. Vanavond weer een heerlijke koffie met schuim. Dus cappuccino met mijn melk op schuim. Dus ik heb er heel veel zin in. Ik ga bij deze dan ook de vlog afsluiten. Ik hoop dat je het leuk vond om te zien. Als je nieuw bent op mijn kanaal kun je gratis abonneren. Het kan er op het rondje met mijn gezicht drukken en op mijn kanaal zelf. Daar kun je de rode button aandrukken. Daarnaast staat een belletje. Als je die aanklikt dan krijg je gelijk een melding zodra er van mij een nieuwe video online komt. Dan hoef je niks meer te missen. Vond je deze video leuk? Doe dan ook zeker even je duimpje omhoog. Ik wil je in ieder geval weer heel erg bedanken voor het kijken. En ik hoop je bij een volgende video weer te zien. Doeg!